Nou, om te krijgen van weg van Kater, want het kermis feest. Ik ben er voor de eerste maal alleen het een geweest. Verleden jaar ging ik met mijn vrouw, toen had ik niet zo'n lol. Maar nou, mijn hele beurs is leeg en ik tot hier toe wol. Godverknolrappen, ik zeg maar, als je naar de kermis wil, dan moet je nooit je vrouw meenemen. Dit jaar heb ik het getroffen. Mijn vrouw Cientia. De dokter die had gezegd dat ze broeien moest. Nou, toen heb ik er dadelijk op 12 eieren gezet. En daar mag ze nou niet af voor ze uitgebroeid heeft. Toen ik vanmorgen wegging, zei ze, Hannes, drink ze met mate. Nou, dat heb ik ook gedaan, hoor. Ik heb iedere keer een half maatje genomen. En mooi was het op die kermis. Overal zag je muziek en draaierij. Voor een tent, daar stond een juffrouw te dansen met blote bienen. Ze had alleen zo'n gazen dingetje om. Zeker dat de muggen er niet zouden bijten in de... Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. In een onverzoenlijk woord. Ik zeg tegen mijn vriend Teun, hier gaan we eens kijken hoor. Er stond op een papier, eerste rang 50, tweede rang 30, derde rang 20, programma 15. Ik zeg, dan gaan wij op programma zitten. Wij naar binnen en toen ging er een lap in de hoogte en kwam er een meneer die kon goochelen. Hij liet Teun op het toneel komen en haalde uit zijn neus een heel zootje gulden. Toen deed hij nog meer toeren en toen ging hij met een pakje rond om centen op te halen. En dat een man die het geld me zo verstrijpen heeft. Toen hij bij mij kwam, zei ik, volg het maar uw Teun zijn neus. Toen zijn we naar een café Chantan gegaan. Dat was ook mooi. Op een verhoging zaten drie meisjes. Hele mooie meisjes. Ik voelde me er direct toe aangetrokken, want de een die leek precies op mijn grootmoeder. En ze zongen ook mooi. Maar ze hadden vroeger zeker betere tijden gehad, want ze hadden allemaal pakjes aan, daar waren ze helemaal uitgegroeid. Van onder en boven waren ze veel te kort. Ze meenden ook dat ze ons kenden, want toen we zitten gingen, zei er een dagkaffer. Ze hadden zeker de verkeerde deur. Het was er allemaal te duur en daarom zeg ik, laten we maar naar de komedie gaan. Wij naar de komedie en daar zie ik staan, hedenavond stoel en spreek. Ik zeg, spelen ze nou alweer stoel en spreek? Daar hebben ze nou al 3 jaar achter elkaar gespeeld. Ik zeg, nou dan zal het wel mooi weten. Wij naar binnen, maar het spelen was al begonnen. En daarom hebben we er zeker niet veel van begrepen. Het was een geschiedenis van een vader en een zoon. De vader die had een klare rol. Die was 2 jaar voordat het stuk begon al dood gegaan. Toen Scherm neerging, keek Deun op zijn papiertje en door zijn lot tweede bedrijf speelt een half jaar later. Ik zeg, dat duurt mij te lang, dan gaan we maar weer weg. En dan moet je mij eens omdraaien, dan zal ik je de geschiedenis eens verder vertellen. De andere mensen, die hadden zeker niet, want die bleven zitten. Om de avond verder deur te brengen, zijn we naar een andere komedie gegaan. Daar speelden ze de koopman van Venezuela. Dat was een mooi stuk. Daar wou de ene meneer de andere meneer uitbenen. Ik kreeg er compleet een stuit van, zo natuurlijk zat die vent zijn mes te sluiten. Dat stuk dat heb ik helemaal onthouden. En als ik nou thuis kom, dan vertel ik het aan mijn vrouw. Misschien krijgt ze er een beroerte van de schrik van, maar dat geeft niemand al, want ze is voor 200 gulden verzekerd en daar heb je makkelijk een nieuwe vrouw voor. Laat ik eens kijken of ik het nog ken. Shylock is een oude schooier, die een koopman centen leent. Kan de koopman niet betalen, zal die worden uitgebeend. Omdat hij hem niet kan leien, zal hij hem een pomp vlees uitsnijden. Om het te bakken en te braaien, net als varkens carbonaat. En om Shylock nou te plagen, wordt zijn dochtertje geschaakt. Ik kan mij maar niet begrijpen, dat hij daarom herrie maakt. Waarom wil je erop gaan zoeken, staat die gruwelijk te vloeken. De vent doet net of het een straf is, laat die God danken dat die draaf is. De koopman kan hem niet betalen, Shylock wil aan snijden gaan. Maar dan komt er een andere juffrouw,
die zegt nee, je laat het staan. Nee, een ontel was een half, meer af van onschuldig kalf. Dan het komt wat je mag verlangen, dan word je dadelijk opgehangen. Jij, Lot, kan dat niet zo mikken. Hij is nooit vreedouwer geweest. Daarom trekt hij aan zijn haren, staat te brullen aan zijn beest. Maar al maakt hij nog zijn leven, de doofman die is heel gebleven. Dan doen ze al de deuren open en de commissie is afgelopen. Thank you.